D66 houdt de gemoederen flink bezig. Veel mensen vinden het hypocriet dat partijleider Sigrid Kaag het boegbeeld zegt te zijn van moreel leiderschap, terwijl ze ondertussen een rapport over een MeToo-kwestie bij de partij wegmoffelt. RTL Nieuwsverslaggever Floor Bremer roept fractievoorzitter Jan Paternotte op het matje en gaat haar helemaal los. Floor vindt het belachelijk dat het partijbestuur van D66 pas op vrijdag met een verklaring komt nu de Volkskrant het 1 jaar oude rapport heeft ontdekt. Jan legt haar desgevraagd uit dat er nu eenmaal tijd nodig is om een nieuwe weging te maken. Daarop laat de RTL Nieuwsster journalisten behoorlijk haar tanden zien, dat slaat nergens op. Dat ding heeft er al een jaar gelegen. Dan ga je toch niet na een jaar denken, omdat de Volkskrant erover schrijft, we gaan een nieuwe weging maken? Dat is toch slap bestuur? Jan Stamelend, ik heb die vertrouwelijke bijdrage natuurlijk zelf nooit gezien. Floor, ja, maar u behoort toch ook tot die partij? Dan zegt u toch, waar slaat het op dat je tot vrijdag gaat wachten met het maken van een nieuwe weging over een rapport dat er al een jaar ligt? Jan, vorig jaar is het rapport naar buiten gekomen. Dat heeft een extern onderzoeksbureau gedaan en dat is gekomen omdat er een anonieme blog was. Floor, ja, ik weet waar het vandaan komt, maar het is toch slap dat ze nu nog een week gaan wachten? Jan, ja, ik wil graag proberen uw vraag te beantwoorden, maar... Floor, maar u beantwoordt hem niet, u begint over een blog van een jaar geleden. Jan, ja, omdat ik het heel belangrijk vind dat we dit heel serieus nemen. Floor boos, ja, alsof ik het niet serieus neem. Jan geërgerd, volgens mij is dat niet wat ik probeer te zeggen. Floor krijgt veel complimenten voor haar kritische ondervraging. Kijken jullie allemaal even mee naar de messcherpe Floor Bremer, zegt Volkskrantjournalist Avinash Bikki. Mediaondernemer Erik de Vlieger, Floor Bremer gooit de bommen los. Zanger Henk Westbroek, de heer Paternotte is duidelijk toe aan de mediatraining, goed wegkomen met ontwijkende antwoorden. Johnny de Molkiller Ton F. van Dijk, nu al interview van het jaar van Floor Bremer. HP De Tijd-columnist Arthur van Amerongen, episch dit, de totale laaf Paternotte tot het bot gefileerd. Een luchtballon die leegloopt. Nog pijnlijker en amusanter dan het debuut van Rob Jetten voor de camera's, als kersverse lijsttrekker. Journalist Roderick Velo, FL Paars Hart Paars Hart R.